zelfs Ecopany Agro is de formele naam. Dat is een bedrijf wat gekoten meststoffen maakt. Wij maken dus geen meststoffen, maar wij veredelen ze. Wij maken meststoffen met een dun laagje eromheen, een membraampje. Wat zodanig werkt dat de meststoffen 30-75% efficiënter vrijkomen. Dus minder nodig zijn in het veld. En ook nog veel langer meegaan dan standaard meststoffen. Zelfs tot aan 18 maanden. Planten die langer in het veld staan of langer willen groeien, hebben uiteraard behoefte om niet alleen de eerste paar weken eten te krijgen, maar ook op lange termijn. Het is een beetje vergelijken met alle boterhammen in één keer naar binnen krijgen en tot en nog toe volproppen. Of zeggen van elke dag lekker een boterhammetje. Dan heb je uiteraard ook nog een verschil tussen de ene plant en de andere plant. Net zoals dat koeien en tijgers andere dingen eten. Zozelfde geldt ook voor planten. De ene plant heeft veel behoefte aan de ene nutriënt en de andere. Of wat meer aan het eind en wat minder aan het begin. Zo kunnen we onze coating zodanig variëren dat we dat passend kunnen maken op elk gewas. De technologie die we hebben als Ecopany om meststoffen te coaten, die is zodanig ingesteld dat wij op een zeer efficiënte manier een heel dun coatinglaagje van 50, 60 micron op een kunstmestkorrel kunnen leggen. Op een zodanige manier ook dat het milieu bewust en op een nette manier gebeurt. We hebben geen vreemde afgassen, we hebben geen vreemde milieugevaarlijke stoffen die we gebruiken. En de coating is ook nog gebaseerd voor een deel op natuurlijke grondstoffen. Limburg Economic Development betekent een aantal dingen voor ons bedrijf. De combinatie van agro, food, veldproeven, de toepassingen, tegelijkertijd met de chemie. Dat is led voor ons. Vooruitkijkend naar bijvoorbeeld 2020, dan hoop ik dat ons bedrijf volledig bezet zijn qua capaciteit. En dat we wereldwijd exporteren. We exporteren dus al naar een aantal continenten. De komende jaren willen we dat uitbreiden naar alle continenten wereldwijd.